Welkom terug YouTube. Het is mooi weer. Het is 324 graden en we gaan in Lid. Gaan we een plaat afslijpen. Er liggen een rijplaat, hebben ze ooit eens op de damwand gelast bij het begin van de stoep. Daar hebben ze tijd terug, hebben ze met de klep eronder gezeten, is de punt omhoog komen te staan. En nu hebben ze last met afmeren, dat ze precies op die plek liggen. En dan ga ik kijken of ik hem eraf kan slijpen. Het is nu laag water. We hebben eb en vloed in Lid. Het scheelt tussen de 30 en de 50 centimeter. Dan hebben we eb en vloed. Want het moet wel droog zijn, wil ik het af kunnen slijpen. We zijn er bijna en dan gaan we snel beginnen. Zoals je kunt zien steekt daar een stuk ijzer omhoog. Ik moet je van tevoren waarschuwen, deze video heeft weinig informatieve waarde. Ik ben gewoon met mijn nieuw editingprogramma ben ik een beetje aan het spelen, kijken hoe het gaat. Hier kun je zien, daar ben ik aan het inzoomen, je kunt er van alles mee. Daar ben ik een beetje aan het uitproberen. En daarvoor gebruik ik deze video. Ja, het enige wat informatief is aan deze video is dat er een gek in het water probeert te slijpen. En dat je er na de rand niet achterkomt, dat echt niet kan. Maar goed, bij deze wou ik er ook gebruik van maken om aan jullie te vragen of er misschien interesse is om ooit eens een keer een livestream te doen. Dan kun je via een chat kun je vragen stellen en dan kan ik er meteen antwoord op geven. En dat is makkelijker om al die vragen apart te beantwoorden. Ik vind het niet erg, het is niet zo dat ik honderden vragen op een dag krijg. Maar het is wel eens zo dat het soms even duurt voordat ik een vraag beantwoord. Ik zit natuurlijk niet altijd achter mijn computer. Op de telefoon vind ik het een drama, vind ik de grapjes veel te klein. Ik doe ook bijna niet WhatsAppen. Sommige mensen zijn er helemaal in WhatsApp. Ik vind niks, zijn mijn duimen te dik voor. Of mijn telefoon te klein, een van de twee. Maar het was in ieder geval een mooie dag zoals je hier kunt zien. Het is fantastisch weer. Ik ben hier echt gewoon half in het water aan het slijpen. Het kwam zo snel omhoog. En op een gegeven moment, als er te veel water komt, dan krijg je een of andere resonantie in je slijptol. En dan breekt de schijf af. Het hart van de schijf blijft alleen een ijzeren ringetje zitten. Dat gebeurde hier nou net. Hup, daar schijf heen. En een beetje zakken en vloeken in mijn eigen. Dan zie je nou wel dat het niet gaat. Maar goed, toch nog een poging wagen. Kijk, dit is wel mooi. Dit kon ik eerst niet. Dit is allemaal met één camerapositie opgenomen. En je kunt er van alles mee. Het is dadelijk nog eventjes wachten mee als ik hem aan het renderen ben, hoe hij eruit komt. Maar ik hoop dat dat goed is. Maar goed, dat kan ik straks pas vertellen als ik hem klaar heb en gerenderd heb. Hier de veerstoep in Lid. Dat is een hele lange stoep, dat is een alem ook. Maar hier in Lid is hier het langste. Misschien leuk om te weten, hij zit in een stijgingspercentage van 1 op 10. Iedere 10 meter gaat hij een meter omhoog. En als het water nu omhoog komt, als het water 10 centimeter stijgt, dan schiet er een meterstoep onder water. Dus dan moeten we 2 meter verder varen. En als het echt hoog water is, dan aan die bovenkanten van die stoep zitten, dan praat je over, ik meen iets rond de 6 meter NAP. En als je nu ziet dat ik hier aan het slijpen ben, was het, ik meen 20 centimeter boven NAP. Dus dan staat hij bijna 6 meter hoger als nu. En dat is het laatste waar wij kunnen varen. Maar dat wil ook zeggen dat wij dan onze afstand die wij moeten varen verdubbeld is tegenover wat het normaal is. Plus de stroming is veel groter. Nou, met dit water varen we er 2 minuutjes over. Van de ene kant naar de andere kant. En met echt hoog water hebben we het wel eens gehad, het gewoon 8 minuten duurde. En dan varen we toch nog gewoon aan de kabels. En dan moet je heel goed opletten waar de schepen zitten. We zitten hier een kilometer onder de stuw. En als ze de stuw dan trekken, wat er gebeurt met hoogwater, dan trekken ze de stuw. En dan hoeven de schepen niet geschud te worden. Die kunnen dan zo onder de stuw doorvaren. En dan moet je echt heel goed opletten, want ja, ze zijn zo snel bij je. Dus goed, maar dit is terzijde, dit is gewoon even waarneven informatie hier bij de pont. Nou, hij mag weer deze kant op komen. Die heeft nog geluk, die kan nog net mee. Het pontje was inmiddels helemaal volgelopen. Hoe lang hebben ze gewacht? Een minuutje of 5 hebben ze liggen wachten. Liep de pont vol.
Normaal al onze veerponten die varen op aanbod. Dat is niet overal, maar bij ons is dat zo. Als er één voetganger aankomt, dan varen we voorover. Als er voor de verdere rest niemand is. Er zijn ook veerponten die varen om de zoveel tijd. Die zeggen om de 10 minuten. Heb je een keer een afvaart, of om de 20 minuten. Dat doen wij niet. Bij ons is de vaarafstand is ook niet zo heel groot. Dus ik meen dan in Haarlem. Of in Maasbommel is het kleintje, dat is een beetje 100, 125 meter. Nou, hier is hij wat breder, de Maas. Dus het zijn nogal niet zo grote afstanden die je moet overbruggen. Maar goed, dit is ook informatie, daar heeft niemand niks aan. Even terugkomen op die livestream. Ik doe hierboven in beeld. Krijg je een poll. En dan is de vraag van, nou, een keer een livestream doen. Dat ik alle vragen live kan beantwoorden die er via de chatbox binnenkomen. Of zeg je van nou, laat maar. Ik heb daar geen zin in. Nou, die jetski's zijn ook weer volop bezig. Die hebben er weer lekker zin in. Daar hebben wij enorm veel last van. We mogen hier nog eens niet hard varen. Volgens BPR moet je bij een veerpont passeren met zo min mogelijk hinderlijke golfslag. Dat is natuurlijk ook een breed begrip. Wanneer is golfslag hinderlijk? Ik zit nog alles te repareren in een roeibootje naast de pont. Dan heb je een oranje zwaailamp, zetten we dan aan. Dan weten de mensen dat hij gestremd is. En het scheepverkeer die weet dan dat ze rustig moeten passeren met zo min mogelijk golfslag. Nou, de beroepsvaart gaat over het algemeen goed. Een uitzondering daar gelaten. Maar alle pleziervaart die erop zit, die komen gewoon vol jas langs varen. En die hebben, klinkt misschien stom, maar grotere golven als een schip van 3000 ton. Het is ongelooflijk hoe grote golven dat er van een jacht afkomen. En dat is levensgevaarlijk voor ons. Je zit zomaar ergens met je vingers tussen en je weet niet wat er kan gebeuren. Nou, ik heb de moed opgegeven. Ik was blij dat ik mijn korte broek aan heb. Mijn pijpen waren helemaal nat. Je kunt het zien, eventjes uitwringen. Mijn sokken waren nog veel natter. En besloten om het nooit meer te doen. Slijpen als er water bij staat. Nog niet misschien, al staat er maar een heel klein beetje water bij. Het gaat gewoon niet. Komt er niet doorheen. Nou, ik was blij dat het mooi weer was. Als het in de winter was, had ik het al helemaal niet gedaan. Dan ben je meteen onderkoeld als je nat wordt. Zo, we hebben de moed opgegeven. Je hebt kunnen zien dat het niet lukte. Het water kwam te snel op en het water is ook niet laag zat geweest. Dat had ik al gedacht, maar... Maar goed, we hebben een poging gewaagd. Ik ga nu pas terug als het echt een keer 0 centimeter NAP is, dan is je droog en dan kan ik erbij. En eerder gaan we het niet nog een keer proberen. Hij vreet slijpschijven op bij het leven in het water. Die breken allemaal in het centrum af, die kunnen er schijnbaar niet tegen. En hij vreet ook niet in metaal als er water tussen zit. Dus die gaan we niet meer proberen totdat het echt laag genoeg is. En goed, dat kan een paar weken duren. Maar dat is niet anders. Hier wou ik het bij laten. Als je het filmpje leuk vond, duimpje omhoog. Wil je meer filmpjes van mij zien, dan kun je eigenlijk ook abonneren op mijn kanaal. En zoals wij hier in Brabant zeggen, houden.